Leuk dat je weer kijkt naar deze video van de Economie Academy. Ik ben Frank. Hier zie je me staan voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel met een aantal studiegenoten. Nog toen ik aan het studeren was voor mijn eerste graad economie docentopleiding. We gaan het vandaag hebben over de Europese Commissie in deze video en over Amazon, want die hebben nogal problemen met elkaar. Aflevering 5 van Economie in de Hoed gaan we het hebben over Amazon en de EU. De Europese Commissie, want die dreigt Amazon namelijk met een miljardenboete. En hoe komt dat? Nou, ze maken misbruik volgens de commissie van hun positie, van hun machtige positie. Het is namelijk zo dat ze data gebruiken van andere aanbieders die op het Amazon-platform producten aanbieden. Die data gebruikt Amazon om dan de klanten betere aanbiedingen te doen, zodat ze eerder de producten van Amazon zelf verkopen dan van die andere aanbieders. Dus Amazon maakt misbruik van zijn macht en de Europese Commissie wil daar iets aan doen. Nou, in de theorie hebben we het dan eigenlijk over marktfalen. Als je kijkt naar een goed functionerende markt, dan gaan we ervan uit dat er sprake is van perfecte informatie. Dus dat alle partijen over de juiste informatie beschikken en dat er genoeg concurrentie is. En die informatie is natuurlijk belangrijk om een goede keuze te maken. Maar bij deze twee dingen spreek je al van een goed functionerende markt. Nou, in het geval van Amazon is er dus eigenlijk sprake van marktfalen. De markt faalt, want Amazon heeft eigenlijk een voordeel qua informatie ten opzichte van zijn concurrenten. En ze maken ook nog eens misbruik van hun machtspositie. Dus dat noem je marktfalen. Namelijk één aanbieder heeft te veel macht en maakt daar misbruik van. Dat is natuurlijk nadelig voor de concurrentie. Die heeft daar erg last van. Waarschijnlijk dat Amazon lagere prijzen, producten voor een lagere prijs aanbiedt dan de concurrenten. En ja, voor de consumenten is het natuurlijk ook zo. Want als Amazon de enige aanbieder is op een gegeven moment, dan kan dat juist weer nadelig zijn voor de consument. De oplossing is dus in dit geval, wat je al zag, dreigen met een boete. Dat is ook vaak wat de overheid doet bij marktfalen. En met name als één aanbieder te veel macht krijgt, dan gaat de overheid reguleren of met andere woorden regels instellen waaraan die ene aanbieder zich moet voldoen. En als hij zich daar niet aan houdt, dan volgt er een hoge boete. In het geval van Amazon kan dat wel eens oplopen tot een half miljard euro. Tot zover deze Economie in de Hoed. Wil je nou nog wat meer weten over dat marktfalen? Kijk dan eens naar de video die ik hier heb klaargezet. En dan hoop ik je volgende week te zien of te spreken bij de volgende Economie in de Hoed. Wil je wat kwijt over deze video, dan kan je natuurlijk ook altijd even een opmerking in de comments achterlaten. Een goede dag verder en tot volgende week.